Anoniem telefoontje. Goedemiddag, met Adlooi. Ja, kijk, u spreekt met Jan de Vries. Ik bel u namens commercg.com om te bevestigen dat u zojuist een aankoop heeft gedaan via internet, oké? Okay? Ja. Sorry, ik versta u niet zo goed. Ja? Ja? Sorry, ik versta u heel slecht. Oh. Maar ja, ik heb bij je... Ja, ik wilde graag bevestigen dat u zojuist een aankoop via internet hebt gedaan van een modem, wavepont.com, voor €326. En u hoeft me slechts de pincodes te bevestigen die u zojuist ontvangen heeft. Die heb ik niet gedaan, meneer. Ik heb wel inkoop... Sorry, heeft u dit niet gekocht? Nee. Dit is uw telefoonnummer waarop ik u nu bel. Ja? U heeft dit nummer opgegeven bij de aankoop en deze persoon heeft ook een creditcardnummer opgegeven. Even kijken, dat is het volgende nummer, namelijk 145. Sorry, heeft u iets om het op te schrijven? Dan kunnen we het controleren. Ja, kijk, ik bevestig u het nummer. Dit is het type aankopen dat we altijd telefonisch bevestigen om fraude te voorkomen. Kijk, het nummer is 145. Nee. Nee? Ja, sorry, nee. U heeft het niet gekocht? Nee. Ja, ik weet het niet. U hebt de pagina Commerce Genie niet bezocht? Nee. Nee? Waarom lag u zo hard? Nou... Wow.